Een groot aantal sociaal zwakkeren van natuur heeft vandaag een pakket van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, gekocht. De goederen waren te verkrijgen op het bestuursopzichterskantoor te Latour. Opmerkelijk is dat niet iedereen in de gelegenheid wordt gesteld dit pakket te kopen. Volgens districtsecretaris Rashida Filemon is er namelijk een registratie geweest. Het ministerie van SOSAVO heeft daarna een selectie gemaakt van de minder draagkrachtigen die in aanmerking komen. Filemon is tevreden met het verloop van de eerste verkoopdag. Natuurlijk moesten we even wachten op de pakketten, op de distributeur. We hebben toen samen verpakt. En ja, de mensen hebben vandaag een beetje lang gewacht, maar binnen een uur hadden we eigenlijk ieder geholpen. Over hoeveel mensen praten we? We praten om en bij over 200 zoveel. Om precies te zijn, het moet zijn 203. U zag districtsecretaris Rashida Filemon en die vandaag dus is gestart met de verkoop van de pakketten op Latour. De mensen van Pontbuiten komen woensdag aan de beurt. Het pakket kost 50 SRD.